Ik heb mij zo verheugd op vandaag. Want? Want het verhaal van Nijmegen. Ja. Ja, dat is wel een verhaal, hè? Dat is een enorm verhaal. Dat is 2000 jaar stadsgeschiedenis. Dat gaan we vandaag doen, een half uurtje. Een half uurtje, 2000 jaar stadsgeschiedenis. Beginnen bij de Romeinen, denk ik? Zo ongeveer, ja, denk het wel. Maar goed, we moeten even aan het werk, dus. Oh, dus we moeten nu weg. Je bent er klaar voor. 2000 jaar, hè? In een half uur. Maar ook dat Maurits van Nassau zou de stad hebben. Tuurlijk, het komt er allemaal in. Ja, en de Romeinen en de... Nou ja. En de Gelderse Zee, komt hij er ook in? Of de Maurits van Nassau? Ik heb zo'n hekel aan die van Nassau. Dit is het verhaal van Gelderland. Het begon met een draak. En de graven van Gelder. Een Gelderse vorstendynastie. Bloeiende handel met de Hanzen. Maar iedere plek in Gelre heeft een eigen verhaal. Samen vertellen die de historie van Gelderland. De ridders van Gelre duiken in de geschiedenis. In de geschiedenis van Nijmegen. Zeg René, zeg nou eens eerlijk. Dit is toch het mooiste stadsgezicht van Nederland? Ja, vind ik wel. En Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Novio Magum. Ja, we beginnen nu aan een reis door 2000 jaar stadsgeschiedenis. En die begint natuurlijk bij de Romeinen. Hier op de Hunneberg lag ooit een gigantisch Romeins legerkamp. Rare jongens. Dus deze weg is 2000 jaar oud. Ja, zo goed als. Hij is aangelegd door de Romeinen. Het was een hele grote verbindingsweg. En waar we nou lopen, dat is wel belangrijk om te vertellen, is midden in een legioenskamp. Want het legioen dat zeg maar de Bataven tegen moest houden, dat had hier de basis. Ja, dat had hier de basis. En we staan er eigenlijk middenin nou. Kunnen we nog iets zien of dichterbij komen? Wat je moet voorstellen is, dit is de plek waar het hoofdkwartier stond. Dat stond hier ongeveer. Wat een gigantisch legerkamp. Deze heuvel aan de Waal was enorm belangrijk om de noordgrens van het Romeinse Rijk te bewaken. Hier onder de grond liggen de bewijzen dat Nijmegen de grootste en belangrijkste Romeinse stad van Nederland is. Ja, dat is fijn, maar gelukkig zijn er ook heel veel schatten naar boven gekomen. In Museum het Valkhof zien we de enorme rijkdom van de Romeinse cultuur in Nijmegen terug. Ga snel kijken! We hebben best veel eigenlijk. We hebben ontzettend mooie helmen. En ik kan je één speciale helm laten zien. Die is met zilver overtrokken. Mm-hmm. En ook nog verguld, dus heel bijzonder. Dat is deze? Dat is deze die hier in de vitrine staat. Mag je eruit? Nou, ja, als we dat doen, dan moet ik wel even handschoentjes halen en een kar waarop me kunnen leggen. Want lijkt me geen probleem. Het is een hele bijzondere helm. Je ziet aan de binnenkant van de helm zie je nog het ijzer zitten. Die helm die was oorspronkelijk pas helemaal van ijzer en helemaal bekleed met wat je hier aan de buitenkant ziet. Met messing en daarover een laagje zilver. He, dus dat is dat geel koper wat je hier ziet, dat is messing. En wat je hier ziet langs de rand en bij die poppetjes, dat is verguldsel. Dus het is een hele chique helm geweest. En was het echt ter bescherming of alleen maar voor de sier? Het was ter bescherming, ter afschrikking van de vijand. Want als je zo'n ding op je hoofd hebt, ja, dat ziet er echt eng uit. We hebben ook bepaalde helmen hebben laten reconstrueren. Daar zat een kap op met haar. Dus dan leek het net alsof die soldaat zonder helm aan het vechten was. Want je had een gezicht en je had het haar. Dus zo stoer zijn wij dat wij zonder bedekking het gevecht ingaan. Dat is eigenlijk een beetje het idee achter deze gezichtshelmen. Ik kan hem niet opzetten, maar ik kan hem wel een beetje voor mijn gezicht houden. Dat kun je doen. Als je het voor de tafel doet, ja. Zo met het haar erbovenuit. Net een echte Bataaf, toch? Ja, zeker. Ik weet niet of je hier nou meer verschrikt of als ik hem zo afdoe. Ik geef hem weer terug. Dank je. Alsjeblieft. In Museum het Valkhof zijn veel Romeinse schatten te vinden. Maar de echte schatkamer van de Romeinen in Nijmegen is Museum Cam.
In het depot krijg je pas echt een indruk hoe omvangrijk en welvarend de Romeinse cultuur in Nijmegen was. Ik vind het echt fascinerend, hè? Zo ontzettend veel vondsten, allemaal uit de Romeinse tijd. Ja, dat klopt. En dat hebben we te danken aan Gerard Marius Kam. Die was een getreven verzamelaar aan het eind van de 19e eeuw. En die heeft alles hier uit de grond van Nijmegen gehaald. Maar dit is allemaal uit de Romeinse periode, dat weten we zeker? Dat is allemaal uit de Romeinse periode, dat is vrij zeker. Dan kunnen we toch zeggen, Nijmegen is de schatkamer van de Romeinse periode in Nederland? Dat zou je wel zo kunnen stellen, ja. Maar dit is allemaal 2000 jaar oud zo ongeveer. Hoe kan het dat er zoveel bewaard is gebleven? En zo goed, zo puntgaaf. Ja, die kruiken die komen allemaal uit de graven en daar waren ze bijgegeven als bijgiften voor de overleden persoon. En ja, ze komen echt zo puntgaven uit de grond weer. Wat vind je zelf een hele bijzondere vondst? Nou, mijn persoonlijke favoriet is eindelijk dit potje of beker. Want hier zie je, onderaan zie je wel een Latijnse inscriptie al ingegrast. Op die beker wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd aan een dief die beker niet te ontvreemden. Daar staat cave malum op, dus dat zou dan heten, zeg maar, ja, laat de vingers ervan, anders gaat het jou slecht. Een paar honderd jaar nadat de Romeinen uit Nijmegen zijn vertrokken, bezoeken christelijke missionarissen de achtergebleven bewoners aan de Waal. Zij stichten de eerste Sint-Stevenskerk bij het Valkhof. En daar vestigt zich 100 jaar later ook een van de belangrijkste vorsten uit de Europese geschiedenis. Het is keizer Karel, de Grote. Oh, niet Karel. Nee. Karel de Grote natuurlijk. Ja. Karel de Grote, die heeft ze goed verstopt. Ja, die hebben ze heel goed verstopt in het park. Voor grappig ben je heel vaak al geweest met de auto, maar nooit op het moment. Nee, maar je komt er ook niet. Nou, meteen te sneuvelen voor Karel de Grote is ook zo wat. Ja, ja. Achter deze Belg. Ja. Nou, meteen door de bloemen heen, de banjer is ook zo wat. Als ridder, ja, toch een beetje zeker, van de regels houdt. Daar is hij, ja. Karel de Grote. Te paard. Ja, een hengst. Een hengst, ja. Nee, kan moeilijk op een merrie gaan zitten natuurlijk, zo'n groot staatsvorst. Want dat is hij. Wie is Karel de Grote? Wie is Karel de Grote? Nou, in 768 wordt hij koning van de Franken. En later, in het jaar 800, is hij gekroond tot keizer van het Frankische Rijk. En dat strekte in die tijd zich uit van Friesland in het noorden tot aan Noord-Italië in het zuiden. Echt een enorm rijk is dat geweest. Ook hier in Nijmegen? Ook hier in Nijmegen, ja, zeker. Hij wordt ook vaak gezien als de vader van Europa, omdat hij grote delen van Europa opgenomen heeft in zijn rijk. De vader van Europa? De vader van Europa. En zo wordt hij vaak nu gezien. Nou, kijk eens, het Valkhof. Ja. Dan hebben we hem hier, hoor. Tada! Ja. Net zijn we Karel. Terug. Zagen we al op de paard zitten, maar nu worden we echt welkom geheten hier op het... Dus hier heeft dat enorme paleis, die palt van Karel de Grote, gestaan? Ja, het stond hier voor dat Karel de Grote hier zijn paleis liet bouwen. Stond hier in de late Romeinse tijd een versterking, rond het jaar 300, op deze locatie. Ja. En Karel die bouwde daar bovenop? Ja. Ja, binnen de resten van die late Romeinse castellum, hè, want zo noemen we dan zo'n versterking, daar laat Karel de Grote zijn palts bouwen. Een heel groot complex moet dat zijn. En waarom komt zo'n Europese vader als Karel de Grote dan in Nijmegen uit? Of all places, zou nou, dat zeg ik er niet bij, want ik ben natuurlijk trots op deze stad. Ja. Maar waarom hier? Niet onbelangrijk is denk ik de militair-strategische positie van Nijmegen. Het is wel een plek van waaruit men legers kan verzamelen, hè, om ten strijde te trekken tegen bijvoorbeeld de Saksen. Dit is een soort schatkistje wat je bij hebt? Ja, een klein doosje met een greep uit het vondstenmateriaal wat hier op het Valkhof en Kelvigsbos is gevonden. Pak uit, ik ben heel benieuwd. Ik zal even wat... Een mantelspeld of een fibula, zoals we dat dan fibula noemen. Een fibula. Dit is een... Een schijffibula, ronde schijffibula. Met een kruis? Versierd met een kruis, ja. Een gelijkarmig kruis. Ingelegd met emaai. En wie is dit dan gedragen? Iemand die hier heeft rondgelopen. Het is in ieder geval dateert het uit de 9e of uit de 10e eeuw. In ieder geval een christen? Ja, want het is heel duidelijk een christelijk motief wat we hier zien. Waanzinnig. Ja, dus dat is toch wel eigenlijk wel mooi
Ook echt een tastbaar iets van uit die tijd ook. De opvolgers van Karel de Grote bouwen een majestueuze burcht op het Valkhof. Zij maken van Nijmegen een vrije rijkstad. Maar daarna verliezen de Duitse keizers Nijmegen aan graaf Otto II van Gelre. Ja, onder de Gelderse hertogen beleeft Nijmegen rond 1400 een bloeitijd als Hansestad. Ze verblijven regelmatig in de Valkhofburcht en laten zich omringen door de eerste schilders van Nederland uit de families Maalwaal en van Limburg. Een van de meest tastbare overblijfselen van de Gelderse vorsten in Nijmegen is het praalgraf van hertogin Catharina van Bourbon. In haar testament liet de hertogin weten dat ze in de Sint-Stevenskerk begraven wilde worden. Oh, dat zie ik hier, ja. Ja. Mooie vrouw geweest, de Maxima van haar tijd, zeggen ze. Hey Hans. Hey, wat goed leuk dat je zien. Er bent. Hallo, dag. Hallo, dag René. Ik heb net in het testament van Catharina van Bourbon gelezen dat zij heel erg belangrijk was voor de Stevenskerk. Maar ja, nog, tuurlijk. Waarom? Nou, dat deze kerk zo belangrijk geworden is, hebben we aan haar te danken. Zij kon stimuleren dat hier een kapittelkerk gesticht zou worden. Dus de Stevenskerk werd een kapittelkerk? Zo heet dat, het wordt verheven tot kapittelkerk. De Stevenskerk maakte promotie dankzij hertogin Catharina. Maar natuurlijk, en heel Nijmegen ook daardoor. En wat had hertogin Catharina eraan? Ja, aan haar was alles eraan gelegen natuurlijk. Toen zij dat testament schreef, was ze stervende. En ze dacht, ik moet iets echt nu regelen wat het kapittel betreft. Want als ik daar in die Stevenskerk begraven word, dan zullen die kanunniken dagelijks, 7 keer per dag, rondom mijn graf verenigd zijn en daar bidden en zingen. Zodat met die gebeden en die gezangen mijn ziel op zal stijgen naar de hemel. Zodat zij in de hemel zou komen en daar ook... Ja, van elke middeleeuwen was dat het hoogste doel. Dus de kanunniken stonden echt hier met 7? Nou nee, ze zaten hier. Okay. 29 stuks. 29 kanunniken die hier rondom het graf zaten in banken. En daar die gebeden dagelijks zongen. En die kanunniken, waar woonden die? Kijk hier. In deze huisjes, tegen de kerk aan. In de schaduw van de kerk, aan de noordkant. En daar woonden een heleboel van die kanunniken. Bovenop hun werk in feite. Ja, zodat ze 7 keer per dag naar het graf van de hertogin konden. Ja, precies. Logistiek hartstikke handig. En de hertogin was er eigenlijk van verzekerd dat ze wel kwamen. Want het was zo dichtbij. Eeuwenlang was Nijmegen de machtigste, grootste en meest welvarende stad van het hertogdom Gelre. Nijmegen was zelfs de belangrijkste handelsstad tussen Keulen en de kust. Maar aan deze situatie kwam een einde tijdens de 80-jarige oorlog. In het Gelderse rampjaar 1591 werd het katholieke Nijmegen veroverd door de protestantse zoon van Willem van Oranje, Maurits van Nassau. Ik ga bijna over mijn nek als ik die naam hoor. Ah, wat gewerkt. Bas. Ik was in gedachten verzonken. Kijkend naar deze stad probeerde ik me Nijmegen me voor te stellen 1591. Ja. Wat zie ik dan? Dan zie je een eigenlijk best wel welvarende stad. Met overal kerktorens. Daar links natuurlijk de trotse Valkhofburcht. Maar daar een kerk bij met een toren. En dan, dus je, ja. Rijk en Rooms. Rijk en Rooms. Dat was natuurlijk een handelsstad. Een stad die zich richtte op wat we nu Duitsland noemen. Dat zal ik maar zeggen, want we zien hier overal natuurlijk schepen. Nijmegen was gigantisch rijk, stel ik me voor. Ja, Nijmegen was rijker geweest, maar was nog steeds best wel welvarend. Nijmegen, daar gebeurde gewoon heel erg veel. Tot 1591 was Nijmegen de stad die u nu beschrijft. Ja. Toen kwam onze grote vriend Maurits van Oranje. Ja, dat woord grote vriend, daar heb ik heel veel moeite mee. Want als er iemand die stad heeft geruineerd, is het wel Maurits van Nassau, later Oranje. Er zijn eigenlijk maar 2 grote rampen in Nijmegen, echte grote rampen. Dat is 1591, de verovering van,
Maurits en 1944 het bombardement. Dat noem jij in één zin? Ja, die twee rampen zijn echt hele rigoureuze rampen waarbij heel veel in Nijmegen is vernield. Oeh. Dit knopje. Voilà. Ja? Ja, mag ik? Ja. En nu? Nog meer? Voorzichtig, hè? Oh jee, we zien wel een zegel. Oeh. Dit is het. Nou, daar ligt hij dan. 1591. Het einde van Nijmegen. En dit is dus het opgelegde contract van 1591. Waarin Maurits dus Nijmegen heeft gekleineerd. En laten zien dat hij de baas was voortaan. En Nijmegen niets meer te zeggen had. En die handtekening van Maurits, waar staat die dan? Ja, heel eenvoudig. Maurits de Nassau. Dat is het. Ja. Want Maurits die trok vanaf Knotsenburg, waar we net waren, ja, de stad in en veroverde Nijmegen. Veroverde Nijmegen en vernielde Nijmegen. De kloosters werden gesloten, kerken werden geroofd. Een aantal werd zelfs afgebroken en vernietigd. Het gezag werd, hoewel Nijmegen vroeg van mogen wij nog wat? Mogen we nog een eigen gezag hebben vanwege de handel? Mogen we, omdat ze meerdere geloven hadden, mogen we onze vrijheid van geloven hebben? Hij deed nog heel even aardig, maar daarna was het nee, nee, nee. En dat had dus tot gevolg dat vanaf dat moment Nijmegen eigenlijk niet meer bestond. Dat staat hier. Het doet me meer als ik verwacht had. Het mag er zogenaamd strategisch zijn, maar het komt op mij over als een vrij ordinaire godsdienstoorlog. Ja, dat is denk ik een, niet alleen een ordinaire godsdienstoorlog, maar ook een ordinaire machtsoorlog. Hè. Ik ben nu de baas en het komt mij goed uit dat iedereen protestant is. Dan kan ik mijn macht handhaven. Maar dat heeft ook gevolgen gehad. Kijk, alle vrouwenkloosters die zorgden voor de armen, voor de zieken, werden gesloten. Nijmegen had een probleem. En alle kerken werden gesloten. Dus de Dominicanen die moesten doken onder. De Franciscanen doken onder. De regulieren doken onder. Ja, de gebouwen raakten leeg. En wat er nog was aan kerkschatten werd allemaal geplunderd. En ja, in de 1592 dan, als consequentie ervan, wat er nog was, werd verbrand. Ook nog. Ook nog eens een keertje. Dus alles wat Nijmegen aan schoonheid had, is gewoon verguisd aan. Gewoon vernield, vernietigd, weg. En lieten burgers dat daar zomaar over hun kant gaan? Hè? Ja, blijkbaar lieten burgers zich toch door het geweld grijpen zoals we dat nu nog steeds zien. Maar het is wel eens echt een van Nassau-tactiek. Je haalt de ziel uit de stad weg en je zet er een eigen garnizoen neer. Ja, ja, zo mag je dat best zeggen, ja. Van ons koningshuis moet het hebben, hè? Ja, niet alle Oranjes is zo ontzettend om vrolijk van te worden. Nee. Want ik begrijp iets niet. Ja. Dit. Ja. De oprijlaan naar Nijmegen. Ja, dat is dus de man die Nijmegen heeft gekleineerd. Ja, hij is vernacheld. 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 Ja, gewoon laat vernacheld. Maar gewoon niet die heeft maken. Dus een singel gekregen. Dat is een beetje te vergelijken met een Stalin-singel in Polen. Ja. Ja. Dus eigenlijk, je loopt het gevaar dat je natuurlijk ontzettend gaat overdrijven. Maar voor mij is er wel echt een grens, zijn we over een grens heen gegaan door dit Prins Maurits single. Dus degenen die deze naam hebben bedacht, die mogen nog wel eens even in de geschiedenis duiken. Ja, en je kunt dus niet zeggen die moeten terug naar de schoolbankjes. Nee, maar dan krijg je niet. Geschiedenisonderwijs is deugd wat dat betreft ook Hollandse niet. Hollandse propaganda. Dat is allemaal, komt allemaal uit het Westen. Kom René, met gevaar voor eigen leven. Alles voor het goede doel, hè? Voor de hertog. Ga ik erop? Ik heb een beginnetje. Alle rust. Huppatee. Strak aan zo'n rombehang. Ja, ik vind hem echt heel erg goed, Ridder René. Het zijn fans. Pas precies. Ah, je toog bij de Sinter. Pas op, pas op. Ja, ik. Na de verovering door prins Maurits degradeert Nijmegen van een zelfbewuste handelsstad aan de Waal in een garnizoensplaats met maar één taak:
Nijmegen moest de provincie Holland beschermen tegen vijandelijke legers. Een protestants stadsbestuur dicteert haar wil aan een katholieke meerderheid. Maar ja, in de 17e eeuw krabbelt Nijmegen nog wel een beetje op. De eerste grote Europese vredesconferentie vindt hier plaats. Oh ja, de Vrede van Nijmegen. Ja, maar daarna valt de stad wel in een diepe slaap die honderden jaren zou duren. Aan het einde van de 19e eeuw lijkt Nijmegen nog altijd op de totaal verarmde middeleeuwse stad. Opgesloten tussen dikke muren. Ik probeer me er een voorstelling van te maken hoe het leven in Nijmegen was toen de muren nog volledig om de stad lagen. Ja, dat waren soms erbarmelijke omstandigheden, vooral in de benedenstad. Er woonden 19.000 mensen op nog geen 60 hectare grond. Dus alles was dicht opeengepakt. Er waren onhygiënische omstandigheden. Nog in 1866 vielen er 65 doden bij een cholera-epidemie. Daarnaast was er stankoverlast en geluidsoverlast van allerlei bedrijfjes die tussen en in de woonhuizen gevestigd waren. Allemaal tussen de muren? Ja. En dat waren zowel fabriekjes als bijvoorbeeld stadsboerderijen waar het vee gewoon in huis stond. Er zijn nog mooie teksten van hè, hoe Nijmegen eruit zag en hoe het leven was in die stad toen, ja, met de muren eromheen. Ja, dat klopt. Zo schreef Justinus van der Brugge in 1861 over Nijmegen het volgende. Arm Nijmegen, wat zijt gij oud geworden. Zo oud, zo afgeleefd, dat gij reeds naar het schijnt in de schatting van velen voor doodzijd verklaard. Een ten dode opgeschreven stad. Ja, dat was het ook min of meer. Er was eigenlijk geen perspectief voor de toekomst. Oeh, ze hebben heel stijl, zeg. Ja. Die stadsmuren waren heel hoog. Maar waren ze echt zo hoog als we nu lopen? Dit is ze waren mooi, zelfs nog dit. Een paar meter hoger. Nog hoger? Ja, ze moesten onneembaar zijn, hè, voor de vijand. Het zijn echt gigantische stadsmuren. En die moesten weg om weer een nieuw leven te krijgen in Nijmegen. Ja, dus de stad smachtte echt naar het afbreken van die muren. En om een welvarende stad te worden met ruimte voor bedrijvigheid. Maar vooral ook voor woonruimte voor de welgestelde Nijmegenaren. En mensen van buiten. Die stadsmuren en al die verdedigingswerken om Nijmegen heen, die waren tot het einde van de 19e eeuw belangrijk voor de verdediging van Nederland. Nou, in Den Haag zag men Nijmegen als een hele belangrijke vestingstad aan de grens bij het oosten. En die stadsmuren die moesten blijven tot 1874. Toen zag Den Haag wel in dat dat niet meer zinvol was, omdat modern oorlogsgeschut zo over vestingwerken heen kon schieten. En toen gaf Den Haag het groene licht om de stadsmuren af te breken. Eindelijk kreeg Nijmegen vanuit Den Haag het groene licht om die middeleeuwse toestanden hier te stoppen. Ja, en toen, toen zag Nijmegen een glansrijke toekomst voor zich met ruime woonwijken voor de rijken met name. Bedrijvigheid, een spoorlijn waarop men eindelijk aansluiting kreeg. Dus toen kon de grote stap voorwaarts beginnen. Deze. Ja. En. Deze rol. Ah, okay. Nou, de rol. Daarop. Spannend wat er tevoorschijn komt. Nou, dit is ook best een mooie. Kwetsbaar, zo te zien. Inderdaad. Kan ik helpen? Best even. Oh, het is echt heel kwetsbaar papier, of niet? Het is linnen, dus het is steviger dan dat het lijkt. Oké, okay, het lijkt wel kretpapier. Het plan van uitleg, zoals het bijna is uitgevoerd, zo goed als. Er zijn nog wat aanpassingen gedaan. Zo is het Hunnerpark hier toch nog verschenen naast het Kronenburgerpark. En hier is goed te zien dat de singels en pleinen werden aangelegd. Een beetje naar het voorbeeld van Parijs. Zo, met meteen maar gewoon groot aanpakken. Ja. Als je dan uiteindelijk een keertje stadsuitbreidingen kan maken, dan maar gewoon naar voorbeeld van misschien wel de mooiste stad van Europa. Inderdaad. We zien hier het ronde Keizer Karelplein en de binnenstad hier helemaal omklemd door de nieuwbouw. Ja, niet meer de stadsmuren, maar eindelijk mooie nieuwe wijken, zodat Nijmegen uit kon breiden en echt een grote stad kon worden in Nederland. Ja. Met de afbraak van de stadsmuren kon Nijmegen eindelijk groeien.
En het was de tijd van de katholieke emancipatie. De katholieke meerderheid kon eindelijk de macht weer grijpen in de stad. En Nijmegen kwam pas goed op stoom met de komst van de katholieke universiteit. En wie zit er nou bij jou achterop? Zeg lekker niet. Die universiteit, die hebben wij toch wel mooi binnengesleept, hè, Nijmegen? Ja, dat kun je wel stellen. Dat is het is een heel bijzonder verhaal, hoe de universiteit hier is gekomen. Rond 1920 was duidelijk dat er een katholieke universiteit in Nederland zou komen. Alleen wist men nog niet waar, in welke stad. Er waren verschillende kandidaten die zichzelf vooruitschoven. Vooral katholieke steden in het zuiden, zoals Tilburg en Den Bosch en Maastricht. Het waren de bisschoppen die besloten dat de universiteit, de katholieke universiteit in Nijmegen zou komen. Met welk doel moest het naar Nijmegen? De bisschoppen die richtten zich op het idee dat de universiteit een nationaal, een Nederlands instituut moest worden. En het ging erom dat Nijmegen precies op die grens van Noord en Zuid lag. En ook qua sfeer de noordelijkste stad van het zuiden was en de zuidelijkste stad van het noorden. Voor iedereen aansprekend. Nijmegen als centrale stad in Nederland. Zo is dat. Als navel van het land, zoals het later is genoemd. Dat vind ik een prachtige uitdrukking. De komst van de universiteit gaf een enorme boost aan de stad Nijmegen. Zeker. Maar in het begin viel dat nog wel mee. Toen was de universiteit nog klein, met 3 faculteiten. En pas na de oorlog is dat studentenaantal enorm uitgedijd. Met de katholieke universiteit herneemt Nijmegen haar oude middeleeuwse positie als de grootste en meest innovatieve stad van Gelre. Zelfs de kolossale ramp van het bombardement op 22 februari 1944 brengt er geen verandering in. Ondanks de 800 burgerslachtoffers herstelt Nijmegen zich snel. Ja, de stad toont opnieuw haar veerkracht met een nieuwe bijnaam. Havana aan de Waal. Maar wij als ridders zien Nijmegen vooral als het symbool van de Gelderse trots en onafhankelijkheid. De Nijmeegse geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met het verhaal van Gelderland. Gelre! Wat een verhaal in Nijmegen. Ja. Tjonge, jonge. En zaterdag kunnen we naar Nijmegen. Wat is het weekend van de geschiedenis weer? Ja, ieder jaar is er een weekend van de geschiedenis in Nijmegen. 024 geschiedenis. Weekend van de geschiedenis natuurlijk. Ja. Maar in Nijmegen doen ze het nu 024 weekend van de geschiedenis. Bij de Mariënburgkapel. Daar kunnen we naar binnen. Dat is het huis van de Nijmeegse geschiedenis. En er is er speciaal voor de Gelderdag een Romeinse bruiloft. Wordt helemaal nagespeeld. Dat is met wijn. Dat is onder andere met wijn. Ja. En het schijnt ook zo te kunnen dat er ook 2 mannen konden trouwen in de Romeinse tijd. Wat zit je mij nou aan te kijken? Nou ja, dat is misschien leuk, gewoon dacht ik, om even te vertellen. Maar er moest er wel iets gebeuren bij een van die 2 mannen. Nou, wordt allemaal verteld. Komende zaterdag. Ik ben niet gewend zaterdag. Doei!